Saskia Bolte kreeg eind vorig jaar een motie van wantrouwen aan haar broek. Voor. Meneer Aerts. Voor. Bolte ging met verlof en Jozef Vos werd waarnemend burgemeester. Die moest ook kijken hoe de bestuurscrisis kon worden opgelost. En daarvoor moest hij eerst ontdekken wat er mis is in Steenbergen. Een jammerlijke combinatie van dingen, actie en reactie, waardoor enkele mensen toch niet in hun goede functioneren kwamen. Volgens Vos kwam Saskia Bolte als nieuwbakken burgemeester niet in een veilige omgeving terecht, maar... Haar reactie daarop heeft ook bijgedragen aan het probleem. En in die... Wat keerde er aan die reactie dan? Nou, u schiet in mijn brief dat zij in stressvolle situaties toch even nog te weinig ervaring leek te hebben om daar goed mee om te gaan. Wat deed ze dan? Nou, het was een reactie van emotionele aard. En dat maakt je niet sterk in zo'n positie? Mensen verwachten van een burgemeester rust, stabiliteit, overwicht, boven de partijen staan. En dat lukte Saskia Bolte uiteindelijk niet. Nu gaat Steenbergen zonder haar verder. Commissaris van de Koning Wim van der Donk heeft een dringend beroep gedaan op de Steenbergse politiek om de strijdbijl te begraven. Er is veel gebeurd. Er is een buitengewoon ingewikkelde situatie ontstaan die buitengewoon vilijn en vervelend was voor veel mensen. Er is veel pijn geleden, er is schade aangebracht aan mensen. En ik hoop echt dat men nu ziet dat dat afgelopen moet zijn. Tot de rust in Steenbergen is weergekeerd, zal van der Donk geen nieuwe burgemeester in Steenbergen benoemen.